is die. Commedia dell'arte. Ik heb een hele tijd geschilderd over de Commedia dell'arte. En daar is deze nog van. Het leuke is dat hij bij een theaterzaal komt hangen. Nummer 1. Hey. Daar is hij. Congo. Geweldig, geweldig. De bibliotheek als huis vol verhalen, waar iedereen welkom is. We krijgen een schilderij van de Wereldwinkel, gemaakt door Peter Future. Door deze bijdrage ontstaan er eigenlijk hele mooie succesverhalen. Omdat er een bibliotheek kan worden ingericht in Oeganda, is al ingericht omdat er kinderen uit de mijn kunnen worden gered in Congo. We zijn wel enorm trots als bibliotheek dat we op deze manier kunnen helpen. Dat is wel een zwangere deze. Kijk eens eventjes. De prijs staat er nog achterop. 7000. Gulden. Nou, namens de bibliotheek van harte welkom in deze mooie raadzaal in Schijndel. En een speciaal welkom voor jou, Hetty. Oprichter van Peter Future, verbinder en kunstenaar. Met een enorm bedrijf om goed te doen. Dat hebben we al gezien vanaf het moment dat je aan de binnen gewandeld bent hier vandaag. En in alle telefoongesprekken die mijn lieve collega Sonja met je heeft gevoerd. En de appjes die we gewisseld hebben met elkaar. Daar zit een spirit achter. Echt complimenten daarvoor. Dat schilderij aan deze kant, dat krijgen wij als bibliotheek. Het andere schilderij is voor het Spectrum. Ook zij krijgen een schilderij met dezelfde mooie gedachten erachter en met dezelfde boodschap, dus ook met een mooi verhaal. En eigenlijk is dit een soort van collectief geluksmomentje. Vanuit positieve verbindingen wordt de wereld in het algemeen mooier en daar profiteren we uiteindelijk allemaal van. Dat is een bijzonder schilderij, je vindt er geen kindertekening in, maar het gaat wel een heleboel veranderen in Congo. Ja. Applaus! Dit is het verhaal over het schilderij. Zij probeert schooluniformen te kopen. Dat is eigenlijk de manier om de kinderen naar school te krijgen. Dat is heel raar, maar in Chili is dat ook zo. Daar heb ik ook heel veel schooluniformen gegeven aan kinderen. Want dan mogen ze pas op school komen. Ze kunnen het zelf niet kopen. En ik vind dit wel zo schrijnend. Dus dat. Wie weet hoeveel kinderen we hier weg kunnen krijgen. Ja. Kijk, en dit is een schilderij en dat gaat over de media daarnaast. Dit hoort ik nog voor de bibliotheek. Oh, dat is wel super leuk. Dit zijn bijna woordloze boeken. Bij de meeste staan gewoon alleen maar hele grote prenten in. Sommige her en der een woord. Maar het zijn echt hele mooie prentenboeken. En die zijn van de bibliotheek. Ja, leuk zeg! Ja, dat is een jaar of 5 geleden. Daar waren we in 2017. En wat een mooie zet van Saskia ooit geweest dan. Om jou te introduceren bij Carla Boonman van de Wereldwinkel.
sociale verbinding ook met onze gemeente ontstaan. Mm-hmm. En in 2017 hebben wij ook een werk mogen aanschaffen, wat dan weer ten gunste kwam van een van de plekken waar jij bent geweest. Het is een probleem. Ja. En voor ons altijd heel belangrijk als gemeente dat kunst toegankelijk is voor alle inwoners. Dan ben ik heel blij dat zo'n spectrum als bibliotheek hier er een werk komt te hangen. Ook heel fijn dat de Wereldwinkel dat mogelijk heeft willen maken. Daar ben ik heel erg dankbaar voor. Want dan blijft het in het zicht. Ja. En de verhalen die ook achter die werken zitten, die verdienen het ook om verteld te worden. Want het is hier natuurlijk best een vrolijke bijeenkomst. En net bij het filmpje voelden we denk ik allemaal al even, het gaat hier wel ergens over. Ja. Dat er ook hele trieste dingen gebeuren in het leven. En vanuit jouw werkwijze, waarbij je heel erg appelleert aan de droom van kinderen, van wat zou je graag willen, of waar droom je van? Ja, die toekomst schilderen, dat zie je zo mooi terug in die werken. Maar weet je er ook nog iets, weet je het ook nog mogelijk te maken? Door een werk te verkopen, kan een deel van de droom of de hele droom ook waar worden. Of het dan een fiets of een huis is of een schooluniform. Dat is wel heel erg mooi. Maak je een applausje voor je? Ja. Nou, super bedankt. Wil ik een dankwoord richting Alejandro uitspreken? Alejandro! Doe jij het maar. Ja, Alejandro, muchas gracias por tu pintura. Applauso! Alejandrito! Samen met hem. Ik ga nog iets heel leuks vertellen over Alejandro. Alejandro, wil jij contar una historia? Mira. Nee, dat is zo leuk, want Alejandro en ik, wij zijn hele goede vrienden, maar we hebben een nageslacht. Hij en ik. Nou, wat ga je dan denken? Alejandro is van de leeftijd van mijn zoon hoor, van Arne. We hadden een schilderij verkocht. En een schilderij van Alejandro verkocht en een schilderij van mij. En het gaat over het noorden van Argentinië, van de Norte de Jujuy. Daar hebben kinderen van een schooltje hebben tekeningen gemaakt, schilderijen gemaakt, verkocht. Ik ga terug naar dat gehuchtje. Ik zeg, wat is er hier nou het meeste nodig? Nou, het was een hele rij waslijst. Maar het gaat niet alleen om die kinderen, maar het gaat om de families. Wat was het probleem daar? Die mensen leven van de lama's. En zijn lama-hoeders en bol en weet ik wat allemaal. Wat was het probleem? De lama-kuddes waren verzwakt. En er moesten 2 lama-bokken komen. Toen ben ik met Titus de Groenesteeg, dat is een theatermaker en die sjouwt altijd met de camera achter me aan. Toen waren we nog van die grote. Toen zijn we naar zo'n lama-fokkerij gegaan. En toen hebben we, ik zie me nog met die lama's die allemaal aan mij trokken. Nou, dat is echt leuk, jammer. Ik zie die foto's nog wel een keer. Toen hebben we 2 lama's gekocht. En toen hebben we de ene Alejandro genoemd. En de andere Enrique. Dat is Hendrika. Hertie zit er niet meer, mijn nichtje Hertie. Maar wij zijn haar als oma vernoemd. En die heette Hendrika. Daarom heten we Hertie. Dus er zijn 2 lama's gekocht en Hendrikus en Alejandro. En die hebben daar jarenlang al die kuddes bevrucht. We hebben duizenden gezonde lama's als nageslacht. Als nageslacht van 2 schilderijen. Ja, het is toch, dat is toch, dat is toch fantastisch. Alejandro, eso para ti, te lo mando. Ik kom daar nog de lama, que tenemos descendencia, en Jujuy, tú y yo.